Als kolonie bestond Nieuw-Nederland slechts een halve eeuw, maar de bijklank is nog altijd mythisch vanwege die ene nederzetting, Nieuw-Amsterdam. Deze maand is het 400 jaar geleden dat het VOC-schip de halve maan aanlegde bij wat tegenwoordig New York is. De Nederlanders toen maakten van hun kolonie een succesvolle handelspost. De Nederlanders nu trekken deze week alle registers open om de vaderlandse geschiedenis van New York onder de aandacht te brengen. En dat allemaal dankzij die ene reis onder bevel van een Engelse kapitein. Het voorjaar van 1609. Met de opdracht een route te vinden naar de Oriënt verlaat de driemaster de halve maan de haven van Amsterdam. De VOC wil dat kapitein Henry Hudson een noordoostelijke doorgang zoekt. Maar als het schip Nova Zembla bereikt, besluit de eigenwijze kapitein het roer om te gooien. Hij denkt dat hij meer kansen heeft in het westen en zeilt naar de nieuwe wereld. Het schip komt na een aantal omzwervingen in de baai terecht van het huidige New York. We're just a few feet from where Hudson's ship's boat in September 6, 1609 passed right by here. 20 jaar geleden werd de halve maan plank voor plank nagebouwd. Chip Reynolds, de kapitein van de replica, vaart er nog iedere zomer mee. Maar nog liever was hij er destijds bij geweest. Coming here was like coming into the Garden of Eden. And they immediately record in the journal, it's a wonderful harbor for riding, meaning having ships anchor here, and forest resources for shipbuilding and rich soils. Het is nauwelijks voorstelbaar. Manhattan, niet de cacophonie van nu, maar bos en wilde dieren. Er woonden hier Indianen met wie de Hollanders gretig gingen handelen. Maar Hudson is nog steeds op zoek naar de Oriënt en reist verder de rivier op. Overal langs de oever zouden de Hollandse kolonisten later nederzettingen stichten. Maar de rivier loopt dood en een doorgang naar de oost, die vindt Hudson nooit. Henry Hudson stierf uiteindelijk een eenzame dood op zee. Maar hij had de poort wijd opengezet voor de Nederlandse kolonisten. En zo ontstond dus Nieuw-Nederland, dat het zo'n 60 jaar zou volhouden. De namen van Staten Island, Harlem, de Bronx en Brooklyn, ze komen allemaal uit de Nederlandse koloniale tijd. Maar het was vooral de zuidpunt van Manhattan waar de Nederlanders zich vestigden. Dat werd Nieuw-Amsterdam. Op het hoogtepunt woonden er zo'n 1500 mensen. De Nederlandse sporen zijn nog overal terug te vinden. Maar de erfenis van Nieuw-Amsterdam is meer dan alleen straatnamen. It didn't matter whether your background was high or low. It didn't matter your religion, really. Once you got here, if you could work hard and produce results, you could rise to a high level of stature in the society. And that, more than anything, is the hallmark of the United States to this date.